In 1716 werd de Judita Triumphos voor het eerst opgevoerd in de kerk van de Pietà. Het is sacrum militare oratorium. He, dus een oratorium, een soort geestelijke opera, geestelijk sacrum, maar ook militaire, militair. Judita heeft hier geschreven in de tijd dat het de Pietà geen eigen koordirecteur had. Geen maestro di coro. Dus toen leverde die ook de geestelijke muziek. De psalmen, de motetten en dus ook een paar oratoria. Waarvan Judita er één was. Heeft hij wel meer oratoria geschreven voor hier? Of ja. Dat is de enige? Hij heeft Mozes geschreven voor, voor deze instelling, 1714. En twee jaar later Judita Triumphans. En dat is het enige oratorium helaas wat van Vivaldi overgeleverd is. Oké. Daarom is het zo belangrijk in zijn oeuvre. Ja, maar ook omdat het een absoluut hoogtepunt in zijn oeuvre is. Ik zie het echt als een magnum opus in zijn oeuvre. Daar stonden de meisjes op, de meisjes en de vrouwen. Want in de Pietà, dat was een opvangtehuis voor vondelingen. Mm-hmm. Jongens en meisjes. Maar alleen de meisjes kregen muziekles. En die kregen les van de beste muziekmeesters van de stad. Vioolles aanvankelijk van Vivaldi. Hij is hier als vioolleraar begonnen. Later is hij maestro dei concerti geworden, zeg maar orkestdirecteur. Dus die meisjes hadden de allerbeste opleiding in de muziek. Overigens, als ze klaar waren met hun opleiding, waren ze soms zo goed dat de leraar een tijd niet meer nodig was. Dus dan werd Vivaldi een tijdje ontslagen. En pas een paar jaar later, als het niveau van het orkest weer dreigde te zakken, dan werd hij weer teruggehaald. Ja, de Berliner van Venetië. Ja, absoluut. En zelfs de Duitse muzici die bijvoorbeeld in Dresden werkten, wat een van de beste orkesten ter wereld had in die tijd, die kwamen hier en die zeiden, nou, wat die meiden hier klaarspelen, dat is echt op niveau van de allerbeste orkesten.